Wat denk je van een verhaaltje voor het slapen gaan? Maar die hebben we al gelezen. Weet je wat? Ik heb een beter idee. Een eng boek. Je gaat het geweldig vinden. Oh, zombies. Ah, ren voor jullie leven. Waar gaan jullie heen? Wauw, zijn jullie mijn nieuwe moeder en vader? Hi. Wat leuk jullie te ontmoeten. Jullie zijn zo cool. Trouwens, waarom loop je zo? Zijn ze weg? Ik denk dat we Julia nooit meer zullen zien. Een bijlesleraar zal Julia helpen om haar cijfers op te krikken. Maar de zombieouders hebben een beter idee. Kijk, ik heb eten voor ons gevonden. Het enige dat beter is dan hersenen, is slimme hersenen. Nu, lees deze paragraaf luid op voor mij. Roodkapje ging naar haar grootmoeder. Nee, echt niet. Ja, ja, ik ben aan het lezen. Uh-oh, meneer Lee is in gevaar. Hersenen. Oeps, ik heb het boek laten vallen. Hé, iets ging niet volgens plan. Ah, waar waren we gebleven? Oh ja, woordstress. Waar kijk je naar? Julia, wat denk je dat je aan het doen bent? Oeps, waarom liggen we? Eerlijk, het is de vlieg. Oh nee, ik moet iets bedenken. Waar is de lichtschakelaar? Eindelijk, die hersens zijn van mij. Hé, waar is de leraar? Zo speel ik niet. Bedankt voor de les, meneer Lee. Daar ga je weer. Sorry, schatje. We hebben zo'n honger. Het is zo leuk om met mama en papa te gaan wandelen. Kom op, schiet op. Volg mij. Ik vergat. In dit tempo duurt het een paar jaar voordat we in het park zijn. Wacht eens even. Ik weet hoe ik jullie kan versnellen. Hier, zo. Dit is voor jou. Ik beloof dat je het leuk zal vinden. Het lijkt erop dat het plan werkte. Zombies op rolschaatsen zijn leuk en praktisch. Oeps, voorzichtig. Daar is een paal. Ik vraag me af waar mijn voet is gebleven. Ja, dat is vrij normaal voor een zombievader. Maar dat is niet erg. Je kunt altijd proberen positief te blijven. En papa's oog is daar goed in. Kom op, maatje. Laat me niet in de steek. Jatzee, hier komt de voet. Wauw, ik vraag me af of ik dat kan. Nee, geen kans. Maar als je het heel goed vraagt, kan je zombievader helpen. Dit zou me moeten helpen mijn notaboekje te vinden. Oeps, ik hoop dat niemand dat zag. Oké, laten we het doen. Oh, ik heb je eindelijk gevonden. Oh nee, het is te hoog. Mag ik je hand pakken? Natuurlijk, schat. Alles voor jou. Nu zal ik je zeker krijgen. Badabing! Dat was zo makkie. Dank je, papa. Ik zal dit niet meer nodig hebben. Ouderlijke steun is zo hartverwarmend. Als je ouders zombies zijn, is het naar de film gaan een heel avontuur. We moeten de situatie zo snel mogelijk redden. Hoi, deze twee horen bij mij. We willen 3 kaartjes voor de zombie-apocalyps. Jammer genoeg zijn er nog maar 2 kaartjes over. Het lijkt erop dat mama en pap erg overstuur zijn. Wat gaan we doen? Goed idee, Teddy. Luister goed. Terwijl papa's hoofd naar de film kijkt, rust zijn lichaam uit in de chill-out-ruimte. Ik voel me niet zo goed. Oh, zie je dit ook? We moeten hier nu weg. Kijk naar jezelf. Je jaagt alle kijkers weg. Wil je wat popcorn, schatje? Dank je, mami. Papa zou ook wel wat hete verse popcorn lusten. Oh, kijk. Het is showtime. Ik denk niet dat mama dit deel van de film leuk vindt. Hoe durven ze dat die arme zombies aan te doen? Dit wil je niet zien. Oh, ik denk dat het werkte. Een zombiemoeder die sprookjes leest is geen aangenaam gezicht. Laat me het zelf lezen. Oh, het is geen boek, het is een slaappil. Welterusten, lieve dochter. Mogen je dromen over zombies? Oh nee, het zijn Lily en Jane. We moeten wegrennen van hen. We krijgen jullie wel, griezelige zombies. Nee! Wat een vreselijke droom. Mama, papa, waar zijn jullie? Wakker worden snel. Ik had een nachtmerrie. En ik ben zo bang. Wat is er, schatje? Mama en papa zijn hier. Niet huilen, schat. Kom bij ons slapen. Oh, hoe doen ze dat?
Ziet het er zo uit? Het is hier zo koud. Ik zou ziek kunnen worden. Ik ben bang dat ik zo niet kan slapen. De zombie-mama heeft een beter idee. Laten we naar binnen gaan. Daar ga je dan. Wow. Nu is het beter. Nu de hele familie hier is, kan kleine Julia rustig slapen. Wel te rustig, geliefde zombieouders. Hier komt de levering. Oh, ik had niet zoveel pikante vleugeltjes moeten eten. Dit is zo gênant. Echt, dit is heel gênant. Kunt u mijn rugzak vasthouden, meneer? Kan ik uw badkamer gebruiken? Het toilet is daar. Elke seconde telt. Sorry voor de verstrooide spullen. Wat een rare kerel. Oh, kijk daar eens. Er zit hier iets lekkers in. Ik hou van kip. Het is heerlijk. Julia is net op tijd. Hey, wat is hier aan de hand? Dit kan niet waar zijn. Alles wat er over is van de bezorger zijn botten. Je had beloofd dat je daarmee zou stoppen. Hoe kon je? Schamen jullie je niet? Deze man verdiende dit niet. Het leven heeft zin. Je leeft nog. Wat een zegen. Veilig en wel. Wat een vreemd huis. Maar ik hou van een knuffel. Nou, als je me wilt excuseren, het werk roept. Let's go. Het gevaar is voorbij. Nu is het tijd voor een snack. Zombiewinkelen is zo leuk. Waar gaan we spullen kopen? Hier, schatje. Kijk om je heen. Serieus? Maar het is een stortplaats. Maar mama en papa vinden het helemaal niet erg. Wat vind je van mijn nieuwe look? Ik ben al de hele tijd op zoek naar een stijl als deze. Maar het is onhygiënisch. Kom op, schatje. Het staat je zo goed. Wat? Wow. Ze hebben een punt. Het is tijd om met de modeshow te beginnen. Hoe zie ik eruit? Mama's look is erg extravagant geworden. Nou, papa lijkt in de war te zijn door de vuilnischiek. Dat was prachtig. Hey, wat doe je met mijn kleren? Ik praat tegen jou. Oeps. En jullie zien eruit alsof jullie uit een totaal andere buurt komen. Weet je wat? Neem mijn spullen. Ik vind het allemaal niet erg. Oh, wauw. Julia gaat op haar eerste afspraakje ooit. Ze moet er prachtig uitzien. Mijn favoriete glitter zal goed van pas komen. Ik zal het hier neerzetten. Oké, je kunt nooit te veel roze hebben. Hij zal mijn kenmerkende look niet kunnen weerstaan. Aardbeienlipgloss is de perfecte smaak voor een eerste kus. Mijn gloed moet zichtbaar zijn vanuit de ruimte. Waarom strooi ik geen glitter van top tot teen over mezelf? Maar zombie mama denkt dat deze make-up te provocerend is. Baby, dat is niet nodig. Ik ga je 's werelds meest modieuze smoky eyes geven. Geloof me, we hebben die borstels niet nodig. Ik doe mijn make-up meestal met mijn vingers. Julia's vriend lijkt ook erg opgewonden. Hoi, hier ben ik. Help, zombie! Wat is er met jou aan de hand? Hij is vreemd. Gelukkige verjaardag, dochter. Doe een wens. De hersentaart. Yeah, klassieke zombieouders. Hier is je cadeautje. Het is een beetje gebruikt, dat wel. Oh, wauw. Ik heb al lang verlangd naar een iPhone 13. Van wie zijn deze stickers? Laat maar zitten. Laten we onze eerste selfies nemen, zullen we? Hey. Oh, kijk. Deze filter heeft ons verwisseld. Nu ben ik een zombie en zijn jullie normale mensen. Dit lijkt mam en pap van streek te hebben gemaakt. Nostalgie overviel hen. Daar ga je. Ik wil helemaal niet dat je verdrietig zou zijn. Weet je nog toen we mensen waren? We waren zo gelukkig. Kijk naar die glimlach. Het leven is zo oneerlijk. Oh, hier is een idee. Kijk, ik ben ook een zombie. En ik hou heel veel van je. Wauw, Julia's woorden deden papa en mama's hart kloppen. En ze werden weer mens. Wauw. Kijk eens aan. We zijn nu een echt levend gezin. Heb je genoten van onze zombieouders video? Welke sketch vond jij het grappigst? Laat het ons weten in de commentaren. Like deze video, abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje zodat je geen nieuwe zombieverhalen van Troom Troom Select mist.